Marten, jullie hebben de afgelopen maanden heel moeilijke beslissingen moeten nemen. Van ja, wie gaat er een golden ticket krijgen, ja of nee. Heb je er ooit van wakker gelegen? Of een nachtmerrie over gehad? Ja, niet, geen nachtmerrie. Maar ik heb daar wel echt van wakker gelegen, omdat je wel ergens beseft dat het voor ons ook gewoon wel heel belangrijk is om de juiste persoon te vinden waar je die klik mee hebt, waar je mee weet, ik ga het de komende jaren met plezier nog doen. En dat, dat je toch wel even denkt van, wat als je met iemand in de groep komt en dat je na een tijd denkt van, oh nee. En mijn droom valt daardoor ook in duigen. En dat is toch wel iets waar je wel over nadenkt, ja. Ben ik mis als ik denk dat jij het moeilijkste had om die beslissing te nemen? Ik had zo de indruk precies dat Hanne het makkelijk kon, de boodschap makkelijk kon overbrengen, wie, wie er door zou gaan, ja of nee. Uh, ik denk dat ik misschien uh, nogal heel emotioneel betrokken was af en toe. <laughs> en ja, weet je, ik ben heel gevoelig op het vlak dat Ik besefte heel goed wat voor mij zes jaar geleden het gevoel was om daar elke keer te staan. En het, wij moesten eigenlijk de boodschap brengen van jij. Mag je je droom misschien toch wel waarmaken en de andere twee niet? En andere mensen legden dat in onze handen en wij moesten dat drie personen maar één gelukkig maken. En ik had het daar soms toch wel moeilijk mee, omdat je weet dat je sommige mensen hun hart toch wel moet breken. Ja.